Dit is dat huis aan de Schoolstraat. Een van de kogels ging dwars door de ruit en vloog door de woonkamer, waar op dat moment een van de bewoners op de bank zat. Wonder boven wonder raakte hij niet gewond. Je hoorde gewoon op de deur, gewoon meerdere kogels achter elkaar. Ik wist wel meteen het foute boel was. De bewoner is niet de eigenaar van de auto. De meeste kogels kwamen hier terecht. Het zou kunnen dat een van de kogels van de auto is afgeketst. Meer en meer besef ik wat er allemaal mis had kunnen gaan. Het is zo bizar. En als je dan die kogel vindt en ziet hoe groot die is en dat die nog stijgende was, maar hoeveel kracht dat is gegaan als we hier hadden gestaan, ja, dan wil ik niet weten hoe het anders is afgelopen. Volgens een getuige reed er direct na de schietpartij een donkere wagen weg. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. De politie onderzoekt dat en heeft de doorzeefde auto voor dat onderzoek meegenomen.